De Bond van Leraren onder leiding van Reshma Mangre heeft nieuwe afspraken gemaakt met het ministerie van Onderwijs ten aanzien van de problemen op het NATIN. Het onderwijsproces op het instituut is op 26 februari genormaliseerd. De docenten hadden sinds 15 februari actie gevoerd, waarbij ze les gaven tot 10 uur 's morgens. En de communicatieproblemen met directeur Brian Sloten zullen worden opgelost. Dat zei BVL-voorzitter Mangre vandaag op een persconferentie. De bond heeft de actie opgeheven na onderhandelingen met de onderdirecteur beroepsonderwijs Ashok Rambali. Directeur Sloten heeft de leerkrachten beloofd beter te zullen communiceren. De slechte communicatie was namelijk een van de grootste pijnpunten en de directe aanleiding tot de actie. De directeur heeft aangegeven dat hij zich sterk wil gaan maken en heeft plechtig beloofd dat hij gaat werken voor verbetering interne communicatie. Er is samen met meneer Rambali van beroepsonderwijs afgesproken dat er op wekelijks basis een directeursvergadering gaat komen, een directievergadering, twee wekelijks een beleidsoverleg, maandelijks een managementoverleg met directeur, OD's, alle RC's, dat zijn richtingcoördinatoren, en SH's, dat staat voor sectiehoofden. U begrijpt, dat is de structuur die hier op het NATIN wordt gevolgd. Wanneer de docenten problemen hebben, dan gaan ze naar de sectiehoofden. De sectiehoofden leggen het voor aan de RC's, de richtingcoördinatoren, aan de OD's en de OD's nemen dat mee in hun managementteam. Dat is de weg die wordt gevolgd. Er is echter nog geen oplossing voor het tekort aan docenten, zegt Mangri. Ten aanzien van het aantrekken van docenten hier op school, u weet, een aantal studenten hebben vanaf oktober geen lessen gevolgd. Er was een stagnatie in het onderwijs, zeker voor de vakken ICT, Engels, microbiologie, ik dacht werktuigbouwkunde. Meneer Rambali heeft gezegd dat hij reeds in het prille begin, dat is oktober of september, had hij de minister al gevraagd om docenten aan te trekken. Dat is helaas niet gebeurd, dus dat ligt buiten zijn gezichtsveld om. Ook de overuren en de uren waarvoor de docenten gewerkt hebben en waarvoor zij niet uitbetaald zijn geworden, heeft hij aangegeven dat hij verantwoording wenst van de directeur van het NATIN. En als de directeur dat kan verantwoorden, dan zullen die uitgevoerd worden. En dat van de gecommitteerden, dat gecommitteerden ook geen geld hebben gehad, anderen hebben 5 jaar lang geen geld gehad, dat buiten zijn gezichtsveld is. Reshma Mangre, zij is voorzitter van de Bond van Leraren, vandaag op een persconferentie. De acties op het NATIN zijn opgeheven na gesprekken met onderdirecteur beroepsonderwijs Ashok Rambali.